Oké. Wat had ik graag geweten? Als ik jong was, rond mijn hoogbegaafdheid. Ik denk het belangrijkste dat ik eigenlijk had willen weten, en dat volgens mij een heel verschil had gemaakt, is effectief te weten dat ik anders ben. Dus dat anders voel, anders zie. Dat dat intenser is, dat dat diverser is. Allee, dat dat eigenlijk een andere bril is dat je gekregen hebt als hoogbegaafde. Als ik jong was, was ik niet van de slimste in de klassieke manier van denken. Hè. ADHD, wat dyslexie en nog waarschijnlijk een paar discus erbovenop. Dus ik heb altijd gelukkig hard moeten werken. Dat was dan wel in mijn voordeel. Maar ik heb mij ook altijd raar gevoeld. En raar in de zin van ja, dat er iets vreemd was aan mij, dat er iets niet klopte. En ondertussen, ja, we zijn al 10 jaar bezig met hoogbegaafdheid. We hebben 4 hoogbegaafde kinderen, tieners eigenlijk. Vandaar ook de TikTok-test. En onlangs vroeg er mij iemand, ja Rudo, die TikTok, hè, tot hiertoe was wat bang van, allee, via TikTok of via Facebook zag ik het. Ja, zou je dat ook niet een keer proberen? Dus bij deze dacht ik, ja, ik ga dat ook proberen. De zoveelste keer buiten de comfortzone, maar ondertussen zijn we daar zo gewoon geraakt dat eigenlijk al die experimentjes meestal leiden tot nieuwe leuke ontmoetingen, nieuwe leuke dingen. Dus vandaar dacht ik, ja, wat ga ik dan doen op TikTok? En ik dacht van, ja, dan moet ik eigenlijk... TikTok is vooral voor jongeren. En ik ben een jongere van 48 jaar. Dus ik dacht van, ja, oh, en 3 minuten. Ik weet eigenlijk niet of ik er al over ben. Dus ik dacht, ja, ik ga eigenlijk allemaal verschillende dingen proberen delen. Met het gedacht van, moest ik nu 16, 17 jaar zijn, of misschien zelf nog wat jonger. En ik had nu al ontdekt dat ik ook behaafd was. Wat zou dan het verschil geweest zijn? Wat zou ik anders aanpakken? Dus bij deze, het eerste dat ik zeker anders zou aanpakken, is die anders zijn omarmen. Daar echt van genieten, zoals ik daar vandaag van geniet. Vandaag had ik een workshop met een stuk of 20, 25 volwassenen, waar we grenzen wouden verleggen. En vroeger zou ik dat al niet gedurfd hebben. Maar zelf al had ik het gedurfd, ging dat vooral heel saai, met een hele saaie PowerPoint gemaakt hebben. Buiten vandaag, heb ik zotte dingen gedaan, humor ingesmeten. Maar eigenlijk als het puntje bij het paaltje kwam, dat vreemde denken, dat anders denken, zorgde er wel voor dat elke keer als ze dat niet zeiden, dat ik heel rap kon schakelen, heel rap kon challengen, heel rap nieuwe ideeën in mij boven kwamen, of dat heel rap onlogische dingen kwamen die je dan kon zeggen, maar met een vlugge humor, waardoor dat niemand buiten zijn comfortzone was, maar iedereen toch gigantisch veel heeft kunnen verzetten. Maar op het einde van de workshop, iedereen zat op, wow, het was niet wat we gedacht hadden, het was leutig en we hebben veel geleerd. Dus had ik dat gehad als ik op school zat, dan was ik zeker meer actief betrokken geweest in projectjes die mij wat buiten mijn comfortzone trokken en die mij met mensen kon samenbrengen, waar dat ik dan wel gewoon authentiek mezelf anders zou kunnen zijn, zonder dat ik het gevoel had dat dat vreemd anders was. Want je straalt dat uit als jij je ongemakkelijk voelt, je vreemd voelt, op een... Ja, op een slechte manier is het niet woord, maar op een manier dat je er eigenlijk niet gelukkig van bent, dan straalt dat uit erop dat de mensen ook zo gaan reageren. Maar als jij heel origineel en vreemd uit de hoek komt, maar je hebt zelf straalt zo uit van, ja, het is wie dat ik ben, come on, let's have some fun, let's change the world, ja, dan gaat de rest daar ook zo op beginnen reageren. Dus nooit spijt van geen één keuze, want daar kunnen we niks aan doen. Had ik gisteren dit, had ik gisteren dat, koopte vandaag niks van. Maar ik zou zeggen, als hoogbegaafde jongeren, gaat er vanaf vandaag misschien lichtjes anders mee aan de slag. Zijn u ervan bewust dat dat een uniek talent is waar dat bedrijven echt naar op zoek zijn? Creativiteit, dat uit de box, out of the box kunnen denken. En leer jezelf dan gewoon die extra tools aan om die brugjes te leggen, zodanig dat niet hoogbehaafde, normaal begaafde mensen zich niet ongemakkelijk voelen als je in die beweging gaat, maar zich eigenlijk een stukje meegesleurd voelen in uw enthousiasme. Voilà, eerste TikTok. Ik hoop dat het niet te lang is. En ik ga er blijven op doorschikken. Wat zou ik willen weten hebben als ik jong was? Bye!